Wij vinden datagedreven inkoop heel erg belangrijk voor MKB Den Haag, omdat het nog niet zo bekend is. En wat nog niet bekend is, is dat heel veel informatie gewoon online beschikbaar is. Maar wat moet je met al die informatie en hoe kun je dat zo duiden dat je daar zelf je inkoop efficiënter van kunt maken en effectiever? En niet alleen inkoop, maar ook je verkoopkanalen op een bepaalde manier. Kan je je sales inrichten op basis van die datagedreven informatie. Elke keer als er ingekocht wordt, leren mensen iets, ontdekken iets. Maar dat kan je niet per ding aan elkaar doorvertellen. Dus het is heel verstandig om dat goed in data vast te leggen en ook weer te ontsluiten. Om te kijken van wat is er gebeurd, voldeed dat. En op die manier kan je ook bij andere gemeentes kijken. Je kan bij andere overheidslagen kijken. Wat werkt nou goed en wat werkt niet? Dus daarom is het zinnig gebruik van data een enorme winst. Wat we graag willen voor het regionale en lokale midden- en kleinbedrijf is dat zij natuurlijk aan de gemeente goed kunnen leveren. En daarom willen we meer data-gedreven inkoop inzetten. Maar hoe dat uitpakt weten we natuurlijk pas als je dat een tijd doet en positieve resultaten ziet. Dus op het moment dat je op basis van feiten kun je beter meten. Dus naast het gevoel wat veel MKB'ers hebben van ik wil daar en daar wil ik inkopen of ik wil met die en die partij zaken doen, dat je het nu op basis van feitelijke informatie ook kunt gaan toetsen en kunt gaan monitoren. Als je heel veel informatie hebt, maar je weet niet goed hoe je daar gebruik van moet maken, dan raak je daar eerder van slag dan dat het een toegevoegde waarde heeft. Dus informatie alleen is niet voldoende. Je moet goede analyses hebben, goede uitgangspunten en de juiste data op de juiste plek brengen en toepassen. Waar we naartoe gaan in deze maatschappij is dat de maatschappelijke doelstellingen zijn steeds belangrijker. We hebben te maken met de klimaatverandering. We hebben ook te maken met hele grote sociale opgaven. Tegelijkertijd is innovatie ook heel erg belangrijk om te realiseren. Daar is heel veel informatie over bekend in Nederland, in Europa. En op het moment dat je kunt niet alles lezen. Dus op het moment dat je daar data uit kunt halen die je vervolgens zo kunt bewerken dat je daar informatie weer uit kunt halen die jou weer kunnen helpen om jouw inkoop en je verkoop goed te organiseren, ja, dan heb je daarmee een streepje voor. Mijn nieuwjaarsboodschap voor de bezoekers van dit symposium is eigenlijk tweeledig. Voor de studenten, heb vooral heel veel lol dit jaar, want je studententijd is zo voorbij. En daarna begint de wereld in de harde wereld. Tegelijkertijd is die ook weer leuk en dat weten de andere bezoekers van het symposium ook. En hen wens ik ook een heel goed en succesvol jaar toe in 2020. En ik hoop dat we elkaar gewoon beter kunnen vinden en verbinden om de in- en verkoop beter voor elkaar te krijgen met de maatschappelijke doelstellingen in het achterhoofd. Beste studenten van de Haagse Hogeschool, het zal jullie niet ontgaan zijn. Greta is persoon van het jaar geworden. Zij heeft voor iedereen, maar specifiek ook voor jonge mensen, een hele duidelijke boodschap. Klimaatverandering komt eraan en veel sneller dan we ooit gedacht hadden. Ook bij inkoop kan je een wezenlijk verschil maken tussen een duurzame planeet voor de toekomst en een onduurzame planeet. Dus zet hem op in 2020.